Een paar jaar geleden, Ellen, was je bij mij te gast in de talkshow en toen had je deze meegenomen, een replica van een clitoris. En ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik denk dat ik toen pas, live op tv, terwijl al die mensen toe zaten te kijken, heb gerealiseerd wat er daadwerkelijk in mijn lichaam zit. Ik heb dat gewoon niet geweten en ik was toen al 40. Ik vraag me af hoe het mogelijk is, want ik heb ook wel belangstelling voor dit soort dingen, dat ik dat gewoon niet wist. Hoe kan dat? Omdat het niet in de biologieboeken staat. Het staat niet in de medische handboeken. Het is geen onderdeel van de seksuele vorming op middelbare scholen. De clitoris is een genotsorgaan. Eigenlijk over de eeuwen al hier en daar ontdekt door anatomen. Mm-hmm. Maar altijd weer verdwenen. Dus ik denk dat de clitoris misschien ook wel een soort gevaarlijke representant is van vrouwelijke seksuele lust. Waar staatsmannen, priesters, religieuze mensen ook bang voor zijn geweest. En vrouwen werden gezien in de middeleeuwen als ovens van vleeselijkheid die erop uit waren om mannen van hun belangrijke maatschappelijke taken af te leiden. Dus wat dat betreft kunnen vrouwen als het gaat om seks het ook niet echt goed doen. Of ze hebben te weinig zin, of ze hebben te veel zin. Mm-hmm. Ja, maar het is niet goed of het deugt niet. Dus het was eigenlijk van meet af aan een beladen iets. Als het al werd ontdekt, dan werd het weer weggemoffeld of er niet over gesproken. Ja, zeker. Maar zelfs dus nu, anno nu, dat het niet algemeen bekend is hoe de binnenkant van een vrouw eruit ziet. Maar dat is wel aan het veranderen, gelukkig. Hè? Vorig jaar is het eerste biologieboek verschenen voor de middelbare school. Voor de tweede klas, geloof ik. En waarin er wel een accurate representatie van de clitoris staat. Voor het eerst? Dat is voor het eerst. Ja, en daar, hebben mensen nog hard aan gewerkt, onder andere van mijn stichting, om het voor elkaar te krijgen dat ook in volgende edities komt. Dat het blijft en dat hij niet dat weer verdwijnt. Blijft, dat het niet opnieuw weer verdwijnt. Ja. Ja. Het feit dat we zo weinig thuis zijn in iets heel bazaals als de vrouwelijke anatomie, wat voor gevolg heeft dat? Ja, dat heeft tot gevolg dat vrouwen veel minder lekkere seks hebben. Eigenlijk heel kort gezegd. Een ramp. Ja, dat zou ik ook een ramp vinden. Ja. Oneerlijk ook. Ja. Niet nodig. En dat draagt bij aan ontzettend veel ongeluk tussen mensen. Want seksualiteit is belangrijk voor veel mensen in relaties. Het is een belangrijke bron van geluk. En als er dan eigenlijk zo ontzettend veel door misverstanden, door stereotype opvattingen, zoveel verschillen ontstaan tussen mensen die met elkaar een paar vormen en een relatie hebben, dan kan dat een grote bron van leed zijn. En het jammere is dat seksualiteit toch zo weer binnen het privédomein hoort voor heel veel mensen, dat het dus ook niet kan worden aangepakt. Er is ook heel weinig onderzoeksgeld voor seksualiteit. Terwijl het voor de meeste mensen hebben seks. Misschien heeft zelfs iedereen wel een seks in zijn of haar leven. Ja. Maar we hebben er geen woorden voor. We praten er te weinig over. En dat is denk ik waar ik zelf aan heb bijgedragen. Is dat ik het onderwerp seksualiteit mainstream heb gemaakt. Wat heeft jou aangezet om daar onderzoek naar te doen? Wat was het, de magical spark dat je dacht, hier moet ik induiken, hier moet ik iets mee? Ja, dat is eigenlijk toeval, want het was echt niet zo dat ik vanaf mijn derde jaar al dacht, ik wil seksuoloog worden. Ik wist niet eens dat dat bestond. Ik ben zelf ook helemaal niet zo sekspositief opgevoed. Mm-hmm. Maar ik studeerde psychologie en toen kwam er een hoogleraar, Walter Everaard. En die deed onderzoek en ik dacht, dat is wat ik wil. Dus samen met een medestudent ben ik eigenlijk daar begonnen aan het eerste psychofysiologisch onderzoek. Waarbij we keken naar de genitale reacties van vrouwen op visuele prikkels. En wat we vonden was eigenlijk behoorlijk revolutionair. We vonden dat vrouwen eigenlijk net zoals mannen heel gemakkelijk, je zou bijna kunnen zeggen automatisch, reageren met doorbloeding van hun genitalia op seksuele prikkels, op visuele seksuele prikkels. En dat was tot op dat moment niet de heersende opvatting? Nee, de opvatting was dat mannen vooral een seksuele drift hadden en dat vrouwen helemaal niet zulke gevoelige wezens waren. Hè. Vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars. Mm-hmm, mm-hmm. En het is juist dat driftmodel dat nu ook in mijn vakgebied langzaamaan wordt verlaten. En het onderzoek wat ik gedaan heb met collega's, is daar echt debet aan geweest. Ja. Ja. Als we dat, het driftmodel noem je dat nu. Ja. Kan je dat beschrijven voor zodat iedereen kan begrijpen wat het betekent? Zijn het een soort verzameling van opvattingen? Ja. Hoe moet ik dat zien? Ja. Het driftmodel zegt eigenlijk dat met name mannen dat hebben. En dat ze eigenlijk spontaan
zin krijgen. Spontaan opgewonden worden. Uit het niets. Uit het niets. Knap. Knap, hè? Ja, ja. En dat is toch wel heel interessant, want als je kijkt hoe mannen bijvoorbeeld bij heteroseksuele seksuele interacties worden gestimuleerd, hè, dan zie je dat ze gewoon hartstikke 1-0, zou ik zeggen, voorstaan op vrouwen als het gaat om de manier waarop hun genitaal, hun genotsorgaan, de penis, wordt gestimuleerd. Hè. We hebben seks gedefinieerd als penis in vagina penetratie, mm-hmm. of anale penetratie als je dat graag doet. Maar in ieder geval iets van penetratie. Ja, en ik denk als ik een man was, dan zou ik dat ook fantastisch vinden. Want dat is, wat heb je? Vocht, druk, frictie, warmte. Natuurlijk is dat lekker. Hè, dus in die heteroseksuele, laten we daar even bij blijven, seksuele interactie, is er dus ontzettend veel stimulatie voor mannen. Mm-hmm. Maar dat negeren we dan eigenlijk. En dan zeggen, god, wat zijn mannen toch eigenlijk gevoelige wezens. Hè? Ze willen altijd. Ze komen ook heel makkelijk klaar. En die vrouwen, die zijn zo verdomd ingewikkeld. Die zijn zo complex. Nou, die mythe dat vrouwen complex zijn en mannen zo makkelijk. Mm-hmm. En nou, is A niet waar. En B, maakt dat de kloof tussen mannen en vrouwen, om het lekker met elkaar te hebben, natuurlijk ook steeds groter. En daar moeten we vanaf. Als je moet definiëren, en dit is natuurlijk tientallen jaren werk en liefde en moeite, maar als je moet definiëren wat het meest wezenlijke, wat je in jouw onderzoek, jouw wetenschappelijk onderzoek hebt ontdekt, wat is dat dan? Nou, dat is dat seks geen drift is, maar eigenlijk een emotie. Gewoon een respons, hè, seks, en dan bedoel ik seksuele opwinding. Mm-hmm. Dus gevoelens van opwinding, maar ook zeg maar de doorbloeding van je genitaal. En misschien als het daarna lekker is wat je doet. En als je gestimuleerd wordt op een manier die past bij jouw geslacht, hè, zou kunnen leiden tot een orgasme. Dat geen drift is, maar een emotie en een reactie op stimulatie. Hè, het verschil tussen de manier waarop mannen en vrouwen gestimuleerd worden bij heteroseksuele seks is zo groot dat dat eigenlijk het plezierverschil verklaart. Juist, maar de manier waarop een mens reageert, man of vrouw, is eigenlijk helemaal niet zo verschillend dus. Het mechanisme van opwinding is voor mannen en vrouwen gewoon precies hetzelfde. Hè, er is een prikkel nodig om je seksueel aan te zetten. Het kan wel zo zijn dat er zoveel prikkels voor je voorhanden zijn, dat je eigenlijk niet eens weet wat je prikkelt. Maar er moet een prikkel zijn. Dus je hoeft je niet bewust te zijn van wat je seksueel aanzet, als het ware. Maar het is wel zo dat er iets moet zijn wat je seksueel aanzet. Ja. We worden ook niet zomaar boos, out of the blue. Liever niet, nee. Nee, nou, buiten dat. Maar dat gebeurt ook niet. Er moet altijd iets zijn wat een appel op je doet. Wat voor jou van belang is. Er moet een prikkel zijn die jou boos maakt. Nou, zo is het met seks ook. Ja. En dat is bij mannen en vrouwen gelijk. Ja. Wat dan natuurlijk zo is, is dat dit, wat vrij groot is eigenlijk, we weten nog steeds dus niet precies hoe groot. Klopt. Maar het zit wel opgesloten in ons lichaam. En dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil. Ja. Als het gaat om die visuele informatie. Een jongen ziet vanaf zijn geboorte eigenlijk al wat er te zien is. En dit is verborgen voor ons. Enorm goed punt. En dat is ook precies daarom dat het verborgene ontgonnen en zichtbaar gemaakt moet worden. En dat is wat er nog veel te weinig gebeurt. Juist in de seksuele vorming gaat het over de penis. En met name dat er een condoom om moet. Dat zendt eigenlijk de boodschap. Seks is penetratie. En mannen komen klaar in een vagina. Alles is gericht op penetratie. Ja. Heeft dat ook te maken met het feit dat alles gericht eigenlijk is op voortplanting? Dat het helemaal niet in wezen gaat om seksueel plezier? Ja. Ja, onze onderliggende opvattingen over wat mannelijke en vrouwelijke seksualiteit zou zijn. Hè, dit zijn dus over het algemeen stereotypen. Die zijn gebaseerd op het idee dat wat ons reproductief het meest succesvol maakt, ook het lekkerst moet zijn. En voor mannen geldt dat natuurlijk ook zo. Hè, penis in vagina seks, daar heb ik geen moeite mee. Daar kan je zwanger van raken. En dat vinden mannen, toevallig of niet, ook het allerlekkerst. Ja. Dus dat is het grote misverstand. En daarom zijn er bijvoorbeeld ook horde seksuologen geweest die binnen de vaginawand hebben gezocht naar allerlei gevoelige plekjes. Hè, om maar te kunnen verklaren wat vrouwen misschien zouden moeten doen aan vaginale penetratie. Om dat wel lekker te vinden. Want seksuologen zijn natuurlijk op zich wel. Die zijn er op zich natuurlijk wel op gericht om vrouwen plezier te laten ervaren. Maar je moet het helemaal niet hebben van dat baringskanaal. Dat is ontzettend goed dat het baringskanaal relatief ongevoelig is. Want anders zouden we misschien als soort niet eens meer bestaan. Omdat het zo gruwelijk zou zijn om een kind te baren, dat zouden we niet overleven. Exact, ja. Precies. Maar dan als we kijken naar waar die plezierige stimulatie is, dan is dat niet in een gevoelloos of redelijk gevoelloos baringskanaal. Nee, maar
Je hebt de clitoris nodig. Dat is misschien ook wel de reden. Vrouwen die niet makkelijk een orgasme krijgen tijdens vaginale penetratie, die zeggen soms ook wel zo: goh, waarom zit mijn clitoris eigenlijk zo ver weg van mijn vagina? Mm-hmm. Daar is ook een hele goede reden voor. Dan kan je namelijk nog klaarkomen nadat je een keer gebaard hebt. Anders zou de clitoris waarschijnlijk beschadigd raken. Slim. Ja. Ellen, een treurige statistiek die ik via jouw werk tot mij heb genomen. 30% van de vrouwen komt klaar tijdens penetratie tegenover 90% van de mannen. Dat is een ontegenzeggelijk groot orgasmekloof. Is dat overbrugbaar? Is dat oplosbaar? Want ik voel ook heel veel gelatenheid van: het is nou eenmaal zo. Ja. Dit is hoe het zit voor vrouwen. Ja. Is dat zo? Nee, natuurlijk niet. Als vrouwen weten dat ze echt, en mannen, dat ze hartstikke opgewonden moeten zijn voordat ze aan penetratie beginnen, dan heb je al een heel stuk overbrugd. En dan is het misschien best mogelijk om vaker en makkelijker klaar te komen tijdens penetratie. Want dan is namelijk die clitoris zo gezwollen, de zwellichamen van de clitoris die omarmen als het ware de vagina, waardoor door penetratie de clitoris van binnenuit wordt gestimuleerd, dan zou misschien dat percentage wel wat opgekrikt kunnen worden. Maar ik denk het allerbelangrijkste is dat we af moeten van dat idee dat seks penetratie is. Ja, als je je wil voortplanten, is penetratie hartstikke goed. Mm-hmm. Maar waarom zou je, als je het lekker wil hebben, alleen maar penetreren? Het goede nieuws is dat mannen ook vingers hebben. Als je de vagina zou penetreren met vingers en je maakt een kom-hier-beweging in de richting van de voorwand van de vagina, dan stimuleer je ook aan de binnenkant de clitoris. Nou, een penis kan dat niet, tenminste. Nee. Ik met mannen. Jij ook, denk ik. Hè? Ik heb het nog nooit gezien dat een penis een kom-hier-beweging kan maken. Het zou bijzonder zijn als het komt. Ja. Hoe ze ook niet kwalijk nemen, denk ik. Het goede nieuws is, mannen kunnen dat natuurlijk met hun vingers ook. Ja. En dat weten we ook wel uit een studie die we onlangs hebben gedaan, is dat penetratie van vingers veel effectiever is om vrouwen een zogenaamd orgasme door via de vagina te bezorgen dan een penis. Ja, maar dus het begint er eigenlijk ook mee dat je als vrouw bewust bent van wat er in je lichaam is. Ja. En de mannen ook, hè? En de man natuurlijk ook. Ja. En het hele principe dat je, voordat je begint aan penetratie of eigenlijk wat dan ook, dat je oprecht opgewonden bent. Ja. Ja. Maar goed, als een man die opgewonden is, dat kun je zien. Ja. Dat is makkelijk om die informatie tot je te nemen. Ja. Maar dit is het ingewikkelder. Ja. Dat betekent dus dat vrouwen eigenlijk heel erg goed moeten leren voelen. Je kunt het wel voelen wanneer je hartstikke opgewonden bent. Alleen in de heteroseksuele interactie is er vaak haast. Dat is ook zo'n fenomeen. Lesbische vrouwen die vrijen veel langer met elkaar dan hetero's. En daar is het toch heel vaak erop, erin, eruit, eraf. En veel mensen denken ook dat vrouwen opgewonden raken van penetratie alleen, zonder dat ze opgewonden zijn. Dat is ook zo'n misverstand. Dat is dus niet zo. Dus wat vrouwen moeten leren en wat denk ik mannen ze eigenlijk ook moeten toestaan, is om heel veel ruimte in te nemen in die interactie. Dat het gaat om ontdekken, spelen, niet zo jagen naar die penetratie. Ook voor mannen is er eigenlijk heel veel ontspanning te bereiken. En ik denk daarmee ook veel meer plezier als ze niet het idee zouden hebben dat zij de regie hebben. En dat zij alles moeten weten. Dat het orgasme van hun partner hun verantwoordelijkheid is. Ja, je doet het samen. Seks is iets, vrije is iets wat je deelt. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Op een ontspannen manier. Maar mannen zijn niet verantwoordelijk. Vrouwen die moeten eigenlijk zelf ook zo autonoom worden, zulke autonome seksuele wezens zijn, dat ze het vanzelfsprekend vinden dat tijdens het vrije zij ook aan bod komen. Daar ontbreekt het nog zo vaak aan. Toen je ontdekte dat mannen en vrouwen biologisch gezien eigenlijk helemaal niet zo verschillend zijn, hè? Dat ze ook hetzelfde reageren. Als je zoiets vertelt, als je daarmee naar buiten komt met zo'n boodschap, hoe reageert men daarop? Hoe gaat men daarmee om? Nou, vrouwen zijn meestal ontzettend enthousiast. Ja. Dat geloof ik, ja. Ja, ja. Ik maak mee, en dat ontroert me zeer, dat jonge vrouwen tegen mij zeggen, of aan mij schrijven, je hebt mijn leven veranderd. Echt? Dat is nogal wat, hè? Zo. Vind je niet? Ja. Ja. En waar zit hem dat in, dat jij hun leven hebt veranderd? Wat? Omdat ze ontdekken, maar seks kan voor mij ook lekker zijn. Dat idee dat je eigenlijk op seksueel gebied de tweederangs burger bent, is ontzettend vervelend.
Het idee dat je tekortschiet. Dat je een partner hebt die graag met jou wil vrijen. Maar dat je het idee hebt, er ontbreekt iets aan mij. Mannen zijn natuurlijk ook heel erg de norm geweest altijd. In heel veel onderzoek, maar ook in het seksonderzoek. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nog steeds wat er nu ook nog gaande is. Er zijn nog steeds mensen die vanuit dat driftmodel op zoek zijn naar stofjes in het brein om vrouwen gevoeliger te maken voor seksuele prikkels. Om ze meer seksueel verlangen te laten ervaren. Maar dat is helemaal niet nodig. Het zegt geen enkel bewijs dat vrouwen minder gevoelig zijn voor seksuele prikkels. Ze moeten gewoon anders benaderd worden. Ze moeten gewoon anders gestimuleerd worden en anders benaderd worden. We moeten andere definities van seks gaan hanteren en dan wordt het leuker. Een van de clichés die je vaak terug hoort komen is, dat hangt samen met het driftmodel waar je het over hebt, mannen zijn testosteronbommen. Ja. Dat wordt gebruikt als een vergoeilijking of een uitleg voor heel veel dingen. Zeker. Zit er iets in wat waar is, Ellen? Is het waar? Nou, mannen hebben inderdaad wel in absolute zin meer testosteron dan vrouwen. Maar testosteron is voor mannen vooral een reproductiehormoon. Ze hebben, als het gaat om seks, eigenlijk veel te veel testosteron. Dus ze hebben een enorme grote range waarbinnen, of je nou aan de onderkant van die range zit of aan de bovenkant van die range, maakt helemaal niks uit voor hun seksueel verlangen. Dus dat idee dat je zin krijgt in seks door testosteron, dat driftmodel, dat is onjuist. Je hebt wel wat testosteron nodig. Maar vrouwen hebben ook testosteron. Zij hebben minder testosteron, omdat ze bij veel testosteron juist onvruchtbaar zouden worden. Mm-hmm. Dus testosteron speelt daar trouwens ook wel een kleine rol in de reproductie. Maar oestrogeen is wat dat betreft een veel belangrijker hormoon. Maar voor seks is testosteron net zo belangrijk. Voor de gevoeligheid van ons brein en onze genitalia om te reageren op seksuele prikkels. Dus eigenlijk zijn er daar ook alleen maar overeenkomsten. Maar als het zo is, Ellen, dat het voornamelijk overeenkomsten zijn, dan zijn alle achterstanden die vrouwen hebben als het om seksueel genot gaat, louter en alleen cultureel bepaald. Ja, dat klopt. Dat is het goede nieuws. Dat is goed in die zin dat je er wat aan kan doen. Ja. Tegelijkertijd, dat hoef ik jou niet te vertellen, gedragsverandering is iets van een hele lange adem en ingewikkeld. Ja. Merk je dat ook, dat het moeilijk is om dit omdenken te realiseren? Ja, ja. Ja, want wat ik merk, ook in de stichting die ik heb opgericht, Stichting Seksueel Welzijn, is dat mannen nog veel minder makkelijk te enthousiasmeren zijn voor deze nieuwe feiten. Hè? Het is geen mening, dit zijn onderbouwde feiten. En ik heb zelf het vermoeden dat mannen bang zijn dat ze veel dingen te verliezen hebben. En dat ze mogelijk hun privileges verliezen. Dat ze minder seksueel plezier gaan ervaren als ze seks meer gaan zien als iets wat je met genegenheid deelt. Dat zou een van mijn nieuwe definities van seks zijn. Seks is met genegenheid gedeeld genot onder gelijken. Maar ik ben ervan overtuigd dat mannen ontzettend veel te winnen hebben. Dan heb ik het met name over de mannen die met vrouwen vrijen, want daar is de kloof het grootste. Ja, ja. Ik denk dat mannen ontzettend veel te winnen hebben als ze zich realiseren dat ze het niet allemaal hoeven te weten. Dat iets fout doen helemaal geen issue is als het gaat om seksualiteit. Het enige wat je moet doen is nieuwsgierig zijn en afstemmen. Veel mannen hebben ook echt een fout idee over wat flirten is. En dat hoor je vaak ook bij MeToo, dat mannen zeiden van mag ik nou niet eens meer flirten? Maar als je dan kijkt wat ze daadwerkelijk deden, was hun zinnen zetten op een toegang tot een vrouw, om het maar eens even heel plastisch te zeggen. En alles in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen. Dat is in feite ook zoals ze hebben geleerd dat de mannelijke seksuele rol is. Maar dat is geen flirten. Flirten is juist afstemmen. Dat is een heel klein stapje zetten en dan kijken hoe komt het aan. En dan reageert de ander. Dus consent, moderne term, is ook geen toestemming, want dan is het nog net één. Dan kan het nog net zijn alsof er één actief is en de andere passief. Het is ook niet toestemmen. Het is niet instemmen, maar het is afstemmen. Flirten is afstemmen. Flirten is een spel. En dat is eigenlijk wat ik hoop dat vrije altijd is. Een spel van flirten, en afstemmen. En gedeeld genot. Gedeeld genot. Maar ik zou ook denken dat... Wat de handeling ook is. Precies. Ik zou denken uiteindelijk als het gaat om oprecht seksueel genot, ook voor mannen, dat er niks zo opwindend is als oprechte opwinding bij je seksuele partner. Ja. Dat is waar literatuur over gaat en films. Ja. En dat baanbrekende moment dat je iemand anders dat soort seksueel plezier bezorgt, dat je dat waarneemt ook. Dat tot een soort nieuwe plateau en explosie van genot brengt. Ja. Dus uiteindelijk is dat ook voor mannen plezieriger
Ja, denk ik als ze daar. Dat is echt wel mijn vermoeden. Dat hoor je trouwens mannen ook zeggen. En vooral mannen die bijvoorbeeld, want wat ik beschrijf is eigenlijk ook, wordt door veel mensen beschreven onder de noemer van tantrische seks, waarin het orgasme niet het doel is. Seks is niet de jacht naar zo snel mogelijk klaarkomen, wat het nu vaak nog wel is. En je ziet dat mannen daar ook enorm van genieten. En eigenlijk veel meer dan de jachtige, korte, ik zeg het nog maar een keertje, erop, erin, eruit, eraf. Ja. Ik kan me voorstellen, dat kan je ook met de hand doen. Ja. Ja. Dus daar is voor mannen ook een wereld te winnen. Ja, absoluut. Los van het orgasmekloof wat gigantisch groot is tussen een heteroseksuele man en vrouwen. 10% van de vrouwen heeft pijn bij het vrije. En vermoedelijk is dat statistiek hoger. Ja, dit is eigenlijk een conservatieve schatting op basis van een aantal populatiestudies en andere studies. Ja. Maar met zulke aantallen zou je kunnen zeggen dat het een epidemie is. Ja, een pandemie misschien zelfs. Pandemie, wel. Ja. Dat zoveel en dan ondanks dat pijn toch nog vrije. Hoe verklaar je dat? Ja. Nou, kennelijk vinden we die handeling, hè, penetratieseks, dus zo belangrijk. Ja, het staat zo centraal in ons denken. Ja. Ja, ja. Ik denk ook dat mannen denken dat dat moet. Kijk, zij hebben natuurlijk wel de mazzel dat gezien hun genitale anatomie dat ook voor hen hartstikke lekker is. Misschien is dat ook wel een van de redenen waarom het niet verandert. Omdat ook wij vrouwen nog wel vaak dienstbaar worden opgevoed ten aanzien van die vermeende biologische drift van mannen. Misschien zijn we daar ook wel een beetje beducht voor. Mannen moeten in ieder geval klaarkomen. Dat zie je bijvoorbeeld ook in porno. Daar eindigen seksuele interacties altijd met het orgasme van mannen. Dat zijn niet te onderschatten vormen van socialisatie. Voor vrouwen en voor mannen overigens. Jongens die groeien ook op met dat idee dat seks is. En dat hoort bij de mannelijke rol. En afstand nemen van de mannelijke rol is denk ik voor mannen nog behoorlijk bedreigend. Wat dat betreft hebben vrouwen het makkelijker, denk ik. Vrouwen die mogen eigenlijk best wat mannelijker zijn. Een carrière hebben, alles wat we toeschrijven aan mannen. Wat natuurlijk niet per se biologisch alleen maar hoort wat bij mannen. Cultureel bepaald wat is. Zo cultureel bepaald is dat we soms denken dat het biologie is. Mm-hmm. Dus vrouwen die hebben eigenlijk veel meer vrijheid. Maar mannen, als er ook maar iets vrouwelijks aan ze is, dan knijpen ze hem vaak al. Dus we moeten jongens en mannen opvoeden met dat idee dat er ook voor hen heel veel rollen te behalen zijn. Gelukkig vind ik dat wel, ook met de huidige discussie over seks en gender, binariteit versus non-binariteit, vind ik dat er wel veel meer lucht in de discussie komt. Er stond vanmorgen nog een fantastisch artikel in de Correspondent, dat er inderdaad ook evolutionair biologen steeds meer gaan ontdekken dat mannen en vrouwen ook in onze evolutie vooral gericht waren op samenwerking. En dat eigenlijk pas sinds, je zou kunnen zeggen, de uitvinding van de landbouw en het patriarchaat wat op dat moment ontstond. Toen eigenlijk pas onze stereotype opvatting over wat mannelijkheid is en wat vrouwelijkheid is ontstonden. Maar we hebben lang gedacht, of biologen hebben lang gedacht, dat is biologie. En dat hangt samen met die reproductieve taken die mannen en vrouwen hebben. Maar er komt steeds meer lucht in die discussie. Er wordt steeds meer ontdekt eigenlijk dat niet waar is. Vroeger werd altijd aangenomen, als er een graf was met heel veel wapens, dan is dat een man. Tegenwoordig kunnen ze, ik geloof, in tandbot DNA bepalen. En komen ze, geweldig vind ik dat, tot de ontdekking dat er heel veel vrouwen in die graven liggen. Mensen hadden vroeger, toen we nog woonden op de savanne en daar rondtrokken, werkten mannen en vrouwen samen, hadden ook een bepaalde manier van jagen, de renjacht geloof ik, waarin samenwerking juist essentieel was om a, voedsel te vergaren, maar ook om samen kinderen op te voeden. Want wij hebben zulke grote breinen, vrouwen kunnen echt die zorg niet in hun eentje af. Dus vroeger was het zo dat vrouwen, je zou kunnen zeggen, economisch zelfstandig waren. Met die economische zelfstandigheid kwam seksuele autonomie. Het was eigenlijk ook heel erg voordelig dat vrouwen dat heel veel seks eigenlijk een beetje in het verborgene was. Misschien hebben we daar ons huidige taboe op seks.
We hebben geen seks in de openheid, nog steeds. Omdat dat vrouwen in staat stelde om te voorkomen dat mannen ontdekten dat zij de enige waren die seksuele toegang hadden tot een vrouwtje, waardoor, zoals bij veel diersoorten zoiets, waardoor er infanticide plaatsvindt als er een ander alfamannetje in de groep kwam. Dus je zou kunnen zeggen, ook voor vrouwen is seriële monogamie ontzettend gunstig. En waarschijnlijk is het, je zou bijna kunnen zeggen, 295.000 jaar van onze evolutie zo geweest dat vrouwen economisch zelfstandig waren, serieel monogaam. En net zo gevoelig voor seksuele prikkels en net zoveel zin hadden in seks. Omdat ze dat helemaal zelf konden bepalen. Ja. Het is eigenlijk pas de laatste 5000 jaar een beetje misgegaan. Wat dat betreft wil ik je eigenlijk misschien nog wel een boek laten zien wat mij enorm heeft geïnspireerd. En vooral de ondertitel van dit boek is van belang. De waarheid over Eva, geschreven door een Nederlander en een Duitser. En de ondertitel is veelzeggend: hoe ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ontstond. En dat is de hele crux. Het is iets wat is ontstaan. Het is ook iets wat we kunnen veranderen. Ja. En zij zijn ontzettend optimistisch en zeggen eigenlijk, weet je, dat patriarchaat, wat natuurlijk mannen nu op dit moment nog steeds wel veel andere dan seksuele voordelen natuurlijk ook geeft. Maar dat patriarchaat loopt op zijn eind. En dat is wat ik zo hoop. Ja, dit is zo groot. Hè? Dit is zo verweven in hoe we denken over ons zijn en over de samenleving. Als je iets moet aanwijzen wat een verschil zou kunnen maken, een eerste stap in het ontbinden van deze constructies die we bedacht hebben, terug eigenlijk naar die biologische gelijkwaardigheid. Ja. Wat zou je het liefst zien gebeuren? Welke stap moet er gezet worden waardoor die seksuele gelijkwaardigheid meer terugkomt? Ja. Eva, ik denk dat we niet voldoende hebben aan één stap. Maar dat het echt een soort bottom-up proces zou moeten zijn. Wat er moet gebeuren is dat de seksuele vorming verandert. Ik ben nog druk bezig om dat voor elkaar te krijgen. De Rutgers en Soa AIDS. Binnenkort maken we een webinar voor de Week van de Liefde in februari volgend jaar. Om duidelijk te maken aan ook seksuele opvoeders dat de eerste les moet niet gaan op de basisschool of op de middelbare school over de verschillen tussen jongens en meisjes, maar over de overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Het moet komen van de opvoeding, ook door ouders. Maar daar heb je goede informatie voor nodig. Dus die informatieverschaffing is essentieel. Is dat het oké is als jongetjes eigenschappen hebben die we toeschrijven aan meisjes en vrouwen. Dus dat hele idee dat jongens en meisjes van verschillende planeten komen, moeten we kwijt. En ik hoop dat mensen dat gaan durven zien. En gaan durven zien dat ze daar niet aan verliezen, maar aan winnen. Seksuele vorming, opvoeding, informatieverschaffing, de clitoris in de biologieboeken. Basale dingen eigenlijk die je noemt. Het is in feite een emancipatieproces van mannen en vrouwen die uiteindelijk ook maakt dat we gaan zien dat mannen en vrouwen seksueel helemaal niet zo van elkaar verschillen. Wat is jouw grootste verdienste met jouw onderzoek, jouw grootste bijdrage? Als ik het moet hebben over wetenschappelijke verdiensten, dan denk ik dat is ontdekken dat mannen en vrouwen eigenlijk niet verschillen in hun biologische capaciteit om seksueel genot te ervaren. Door andere en door nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied ben ik me gaan realiseren dat het vooral genderstereotypen zijn die maken en verschillen in de seksuele ontwikkeling die we nu nog hebben tussen mannen en vrouwen. Waarbij jongetjes vooral wel heel erg worden aangespoord om seksueel te exploreren, maar meisjes eigenlijk niet. Hè. Meisjes zouden volgens dat idee van ouderwetse evolutionair biologen kuis zijn. Hè. Dat zou passen bij hun reproductieve strategie. Dat is onzin. Daar moeten we goed over voorlichten. Dus dat zijn belangrijke dingen waar ik aan heb bijgedragen. Mm-hmm. Ik heb denk ik seks als onderwerp ook bespreekbaar gemaakt. Mensen zeggen vaak tegen mij, jeetje, wat kan jij makkelijk over seks praten? Dat komt omdat ik het zo vaak doe. Ja. Dus het is gewoon echt een kwestie van doen. Dat zou ik ook opvoeders, voorlichters. Mm-hmm. We hebben zulke mooie woorden. We hebben prachtige woorden. Als je, dat is ook zo'n misverstand. Als je het hebt over het genitaal van mannen, dan heb je genoeg aan één woord. Penis, daar hebben mannen genot van en daar planten ze zich mee voort, zou je kunnen zeggen. En voor meiden hebben we drie woorden nodig. Wil je begrijpen hoe het bij vrouwen werkt, dan heb je drie woorden nodig, namelijk vulva, vagina, die twee worden enorm door elkaar gehaald, en de clitoris. Je moet ze alle drie
kennen. Daarom heb ik met Sanderijn van der Doef een paar jaar geleden een boek gemaakt. Dat we een lijfboek voor Power Girls hebben gemaakt. Voor meiden van 12 jaar en ouder. Met hoofdstukjes van, over de vulva, de vagina en de clitoris. En we hopen dat we ze hiermee kunnen empoweren. Eigenlijk zoveel informatie verschaffen. Dat zij zelf op hun eigen moment bepalen wanneer ze de seksuele arena instappen. En met wie en op welke manier ze seks hebben. Heel veel ouders en opvoeders zijn als de dood dat als je meiden voorlicht over seksueel genot, dat ze het eerder gaan doen. Dat ze misschien eerder gaan doen dan ze eraan toe zijn. Maar we weten uit onderzoek dat het omgekeerde juist waar is. Ze gaan het eigenlijk in zekere zin juist later doen. Dus hoe meer je weet, hoe geïnformeerder je als kind of jong mens bent, eigenlijk hoe later en bedachtzamer je daarmee omgaat. Ja. We weten ook in landen, en Nederland is natuurlijk wel een land waarin de seksuele voorlichting en de seksuele vorming veel beter is dan in de meeste andere landen ter wereld. Maar we hebben bijna het laagste abortuscijfer. We hebben veel minder SOA's. We hebben veel minder seksuele rampen, als het ware, dan, neem bijvoorbeeld Amerika, waarin abstinentie wordt gepredikt. Ja. Vooral niets vertellen over seksualiteit. Dus ouders moeten ook snappen dat het ontzettend belangrijk is dat ze zelf een belangrijke rol hebben in de seksuele vorming. Daphne van der Boort is iemand aan de Erasmus Universiteit die heel veel onderzoek doet naar de rol van ouders in seksuele vorming. En ouders die veel met hun kinderen over seks praten, die kweken seksueel autonome wezens. En die weten wat ze zelf willen, die de regie zelf voeren, voor wie seksueel plezier iets is dat vanzelfsprekend is, als iets waar ze vanzelfsprekend recht op hebben, zou je kunnen zeggen. Dat wil niet zeggen dat je recht hebt op toegang tot het lichaam van een ander, maar je hebt wel recht op seksueel plezier. Ja. En als je weet hoe je dat voor elkaar kan krijgen, dan loop je ook veel minder in zeven sloten. Er is inmiddels wat bewijs dat meiden die hun eigen jonge vrouwen, die hun eigen plezier minstens net zo belangrijk vinden als hun mannelijke partner, dat die veel minder te maken hebben met seksuele grensoverschrijding. Dus praten over genot voorkomt ook grensoverschrijding. Ik zou niet willen beweren dat het ook verkrachtingen voorkomt. Daar moeten we nog heel veel aan doen. Daar kijken we gek genoeg ook nog steeds vooral naar kenmerken van het slachtoffer. Ze was op de verkeerde plek, ze zei geen nee, ze droeg verkeerde dingen. Terwijl we daar natuurlijk vooral ook moeten kijken naar kenmerken van daders. En ik zou het zo belangrijk vinden dat we daar aandacht aan gaan besteden. Want ook voor jongens en mannen moet het vanzelfsprekend zijn dat seks iets is wat je deelt. En niet iets wat je aan een ander doet. Het moet af van dat idee dat de mannelijke rol is veroveren. Ook al zeggen vrouwen nee, ook al sputteren ze tegen. Het is natuurlijk ongelooflijk gevaarlijk. Dat idee wat je soms grappend, maar ik denk soms ook nog wel met een serieuze ondertoon hoort. Als een vrouw nee zegt, dan bedoelt ze eigenlijk vrouwen willen eigenlijk veroverd worden. Het is echt gevaarlijke flauwekul. We moeten er van af. We moeten het niet meer accepteren, niet meer normaal vinden. Dat vrouwen de vrouwelijke rol is, het accommoderen van de mannelijke lust. Vrouwen moeten daar ook van hun verlegenheid of van hun aarzelingen, van hun socialisatie daarover af. Alsof het de rol van de vrouw is. Vroeger was dat natuurlijk eigenlijk ook gewoon nog heel expliciet. In het huwelijk is het de taak van de vrouw om de man toe te staan, om zijn lust op haar, in haar te lenigen, zeg ik maar even. Maar alles komt uiteindelijk aan bij de basis dat biologisch gezien er helemaal niet zo'n groot verschil is. En al dat gedrag wat schadelijk is voor vrouwen en allerlei kloven veroorzaakt in plezier en autonomie, is gebaseerd op menselijk gedrag dat wij zelf besluiten te doen, zo te handelen, te denken en te praten. Ja. En daar is dus een wereld te winnen. Absoluut. Alleen, dat is ingewikkeld natuurlijk. Het feit dat je beschrijft nu wat jouw verdienst is op wetenschappelijk gebied, ook in het maatschappelijk debat dat er over gesproken wordt. Het feit dat mensen tegen jou zeggen, je hebt mijn leven veranderd, wat heeft dat voor jou betekend? Ja, veel. Dat is iets wat enorm dankbaar maakt. Verwonderd ook. Verwonderd ook omdat ik denk, het is eigenlijk zo'n eenvoudige boodschap. Het is geen rocket science. En hoe mensen daarvan onder de indruk kunnen raken. Ik vind dat iets wat
dankbaar stemt. Dat is ook eigenlijk waarom ik het klinische werk wat ik gedaan heb. Ik heb eigenlijk alle academische taken altijd gedaan. Onderzoek, onderwijs, maar ook patiëntenzorg. En zoals je geacht wordt te doen natuurlijk ook als je in een academisch ziekenhuis werkt. Maar juist de patiëntenzorg heeft ook zo ontzettend bijgedragen aan mijn passie misschien wel. Om een modern woord te gebruiken. Om dit te blijven doen. Ik ben ook langzamerhand achtergekomen dat ik hier ook wel goed in ben. Dat mensen luisteren naar wat ik te zeggen heb. En ja, het is voor mensen belangrijk. Ja. Natuurlijk. Hoezo langzaam erachter gekomen? Ja, nou, dat heeft misschien wel een beetje te maken met het feit dat ik niet met heel veel zelfvertrouwen ben grootgebracht, zal ik maar zeggen. Dus het was voor mij helemaal niet zo vanzelfsprekend om te zeggen, dit kan ik goed. Maar nu zie je het bewijs eigenlijk, dringt zich aan je. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het feit dat er zoveel aandacht is voor dit onderwerp en dat ik er een rol in mag spelen, ook mezelf wel heeft doen beseffen, nou, misschien kan ik toch wel iets. Ja. Ben je trots op het werk dat je hebt afgeleverd? Ja, trots en dankbaar. Ja. Ben je ook optimistisch, Ellen, voor waar het heen gaat? Ja. Ja. Voel je verandering? Voel je in de jaren dat je dit doet? Ja. Ik denk dat er wel ontzettend veel nog moet gebeuren. Maar nou, filmpjes als deze, die kunnen bijdragen aan die verandering, waarvan ik denk dat die zo belangrijk is. Ja, de stichting die ik heb opgericht toen ik mijn hoogleraarschap aanvaarde, dat is nu ook eigenlijk een grote gemeenschap geworden van meer dan 70 professionals die deze taken ook op zich nemen om deze boodschap te verspreiden. Dus het werk moet voortleven, ook als ik er zelf niet meer ben. Dankjewel, Ellen.